Wat zijn de signalen om te herkennen dat je aan het afglijden bent richting een burn-out? Dus nog voordat het te laat is. Wat zijn dan de signalen? Ja, dus ik ben sowieso blij dat je dat al benoemt. Probeer altijd te voorkomen dat je in een burn-out glijdt. Want die weg terug is veel langer dan preventief zorgen dat je niet die grens overgaat. Oké, dus wat zijn de signalen waar mensen op kunnen letten, waardoor ze al kunnen voelen van, hey, hier moet ik even alert op zijn. Piekeren is echt een nummer 1. Dus heel veel in je hoofd zitten, piekeren, alles overdenken. Continu, als je iets hebt gedaan, daarna een heel scenario over gaan maken. Hoe had ik het beter kunnen doen? Hoe ik het anders kunnen doen? Ja, te lang blijven hangen in een eventuele fout. Ja. En dan, dat lijkt op perfectionisme. Gaat eigenlijk ergens anders over, maar dat is wel hoe mensen het kunnen herkennen. Een ander stuk is dat mensen echt mogen gaan letten op, hey, welke signalen geeft mijn lichaam aan? Ja. Kan ik niet meer goed slapen? Ben ik heel snel emotioneel? Of ben ik juist, dan ben je al best wel ver, een beetje nam geworden? Een beetje gevoelloos geworden? Dan ben je al eigenlijk op weg om het hele systeem af te sluiten, zodat je niks meer voelt. Ja. Dus dat piekeren en die signalen die jouw lichaam geeft. En een derde puntje is echt dat angstige gevoel. Als je continu voelt dat je angst gestuurd bent, van oh, ik zeg eigenlijk altijd ja terwijl ik nee voel. Omdat ik bang ben wat andere mensen daarvan vinden. Of omdat ik dan bang ben dat ik in de toekomst niet meer wordt uitgenodigd of whatever. Dus dat angstgedreven. Dit klinkt, als ik dit allemaal hoor, dan denk ik, vermoeiend als je zo bent. Doodvermoeiend. Dat is logisch dat het enige reactie daarop is dat je afglijdt en in een totale, niks meer kan. Ja, en het is heel erg, maar ik hoor echt niet anders van jonge mensen die bij ons, bij Young Unlimited binnenkomen. Die zeggen, ik ben helemaal kapot, ik kan niet meer. Maar waar komt dat nou door? Tuurlijk, die lockdowns die hebben daaraan bijgedragen. Dat snappen we. Het was een soort snelkookpan voor mensen richting een burn-out sturen. Dus die kan ik volgen. Mm-hmm. Maar toch, ook los van de burn-out, van de lockdowns, zijn er toch nu veel meer mensen in een burn-out dan 20 jaar geleden. Ja. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat we heel erg zijn gaan geloven in de illusie dat het leven volledig maakbaar is. Ja? Je kan makkelijk met 3 dagen werken, 60k verdienen. Ja, je moet gewoon lachen. Ja. En 5 keer per jaar. Doe mij die baan dan maar. En overal is wel een hack voor. En heb je geen side hustle? Nou, ga dat wel doen. Want je kan passief 3000 euro per maand verdienen. Hoe? Niet. Nee. Het is niet waar gewoon. En we zijn elkaar helemaal gek aan het maken. Dus die paar snelle jongens die met de bitcoins succes hebben behaald, denkt iedereen dat dat mogelijk is voor iedereen? Ja, lekker via social media. Al die cursussen, ik noem nu even één hiervan. Hè. Al die cursussen verkopen en iedereen die gelooft dat dat dus voor iedereen mogelijk is. Maar eigenlijk nog belangrijker, mensen geloven dat ze er gelukkiger van worden. Ja, dat en is het daar ook. Zit natuurlijk de fout. We zijn continu bezig met de buitenwereld. Denken dat het buiten ons ligt. Als ik meer doe, meer kan, meer heb, dan ga ik me beter voelen. En het is echt een deceptie. Het gaat niet gebeuren. Nee. Ik ben zelf het mooiste voorbeeld. Ik dacht ook, nou, als ik dat bedrijf heb en een kind en dat huis, nou zit je. Nee hoor, gaat niet gebeuren. Je moet de formule omdraaien. Ik ben gelukkig, dat is mijn basisinstelling. Ja. Dat is waar je bij ons dan in contact mee gaat komen. En vanuit daar ga ik de wereld in. En niet, ik ga in de wereld van alles halen, zodat ik gelukkig word. Nee. Dan kom je er nooit. Nee. Maar zou dat dan, even filosoferend, hè? Ja. Zit dat dan in de opvoeding? Zit dat in school? Zit dat in, waar is het veranderd? Dat we dachten dat het maakbaar was. Dat het tastbare ons geluk gaat brengen. Dat het materialisme zo belangrijk is. Waardoor? Ik denk dat onze generatie toegang heeft gekregen tot, we kunnen iedereen op de hele wereld bekijken. Ja. Dus de rijkste mensen met de mooiste, tussen aanhalingstekens, hè, want die mensen kunnen ook doodongelukkig zijn. Zeker. Maar met hoe het lijkt, de mooiste levens, daar kijken we naar. Ik noem het altijd de 1% illusie. Ja, maar iemand, is dat niet super naïef ook? Ja, wel, maar ik denk dat we het echt zijn gaan geloven. Ik noem het dus die 1% illusie. Iemand laat bijvoorbeeld op Instagram of op social media 1% zien van zijn dag of van zijn leven. En die 1% nemen wij als referentiekader voor ons eigen leven. Ja, ja. En daar moeten wij dan aan gaan voldoen.
En het is gewoon een bubbel. Maar we zijn wel gaan geloven dat dat de waarheid is. En dat is het dus niet. Ja, het is een complexe situatie. Maar het is echt allemaal op te lossen. Ja, want wat, hoe kunnen we dit voorkomen? We hebben die signalen. Dus je hebt ze net genoemd. Fysiek, mentaal, piekeren, slecht slapen. Het lijkt op perfectionisme. Dat, en de, iemand zit nu te luisteren en denkt, hey, dat heb ik. Oké, wat moet hij dan nu gaan doen? Oké, dus ga jezelf even heel bewust maken de komende dagen of je die signalen herkent. Ga vervolgens dus even misschien bij vrienden of bij collega's, in ieder geval wel mensen die je vertrouwt, een beetje peilen van, hey, herken jij dat ook aan mij? Zie je dat ook aan mij? Want het kan iets zijn wat heel erg in je eigen hoofd leeft, waar je eigenlijk niet zo goed met andere mensen over durft te praten. En als iemand jou dus die bevestiging geeft van, ja, eigenlijk maak ik me daar bezorgd over, maar wilde ik dat ook niet met je delen? Want dat kan ook best spannend zijn natuurlijk. Ja. En ga dan dus kijken naar, hey, hoe kan ik hier zelf mee aan de slag? Kan ik mijn dag anders starten? Kan ik een andere routine voor mezelf inbouwen? Ben ik nou echt wel bezig met datgene waar ik blij van word? En of ben ik echt niet iemand die zegt, doe alleen maar waar je blij van wordt? Want dat is natuurlijk ook die maakbaarheid illusie. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk wel verschillende motivaties om iets te doen. Doe je het alleen maar omdat het veel geld verdient? Of vind je het ook bijdragen aan de maatschappij of aan je geluksgevoel? Ja, dus daar weer, hoe hard ben je aan het werk? Ja. Om het plaatje van jezelf hoog te houden. Precies. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. En ga daarin eens heel kritisch, maar zonder oordeel in die zin, naar jezelf kijken van, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En als je dan denkt van, oké, ik zie wel dat ik anders wil, maar ik kan niet anders, schakel dan echt hulp in. Want die visuele cirkel ga jij dan niet zelf kunnen doorbreken. Nee. En dan kan je dus aan je werkgever, heel vaak zijn werkgevers bereid om jou hierin te begeleiden en om ook een programma voor je te vergoeden. En een programma kan dan dus bijvoorbeeld zijn bij jullie van de Young Unlimited People. Ja, en wat wij doen is, wij gaan dus in een programma bij Young Unlimited altijd met jou aan de slag op dat emotionele en mentale en fysieke stuk. Zodat jij echt een oplossing krijgt waar je de rest van je leven mee door kan. Niet even een fixer-upper. Nee. Echt iets wat de rest van je leven eigenlijk een soort toolbox is die je mee kan dragen. Een toolbox en een herprogrammeringscursus. Zeker, zeker. En de hele truc die je gaat leren, om het even een truc te noemen, is dus wat ik net zei, die formule om te leren draaien. Ja. Niet ik moet dit doen en dat zijn, want dan komt er iets uit. Nee, je bent het al en ga vanuit daar lekker de wereld in. Zodat je niet bij alles van je stuk gebracht wordt of je continu labiel voelt. Dat komt altijd omdat je van buitenaf validatie probeert te zoeken. Ja, en dat werkt nooit. Nee, dat zit in jezelf. Maar het zijn hier twee wijze moeders aan het spreken. Ja. Wij weten dat, maar mooi. Ik hoop echt dat mensen die luisteren en denken, ik heb hulp nodig hierbij, jou weten te vinden. Hoe kunnen we ze helpen jou te vinden? Nou, je kan altijd even zelf helemaal gratis en vrijblijvend een kennismaking inplannen op www.youngandunlimited.nl. En Young and Unlimited met een N-teken. Oké, Young and Unlimited. Youngandunlimited.nl. Wij willen echt de drempel heel erg laag houden. Kom gewoon langs. We hebben 6 locaties in heel Nederland. Er is altijd wel eentje in de buurt. Kom gewoon langs. Kom een kopje koffie drinken. Dan helpen we je alvast een stuk op weg. En kunnen we vanuit daar zien hoe we je verder gaan helpen. Heel mooi. Dankjewel, Vicky. Ja, jij ook. Bedankt.